hartelijk dank dat ik even gebruik van je kostbare tijd mag maken. Jezus Christus heeft dingen gezegd waar wij echt iets mee kunnen vandaag de dag. En hij weet waar hij over praat. Hij weet dat we in een moeilijke wereld leven. Hij heeft gezegd, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat kan hij alleen maar zeggen omdat hij weet dat die wereld niet makkelijk is en niet eenvoudig is. Maar tegelijkertijd zegt hij, wees niet bezorgd. Met andere woorden, kom niet onder de dingen te zitten. Raak niet in de stress, want ik ben er om je te helpen. Heel wat dingen in de dag kunnen ons kwaad doen, dat weten wij. Kunnen ons in problemen brengen. Is het niet mooi dat de Heer Jezus tegen jou en tegen mij zegt, ik ben er om je te helpen. De sleutel is wel om hem te vertrouwen. En dat is wat de Bijbel ons zegt, vertrouw op de Heer met je ganse hart. Dus je moet een keus maken om hem te vertrouwen, te midden van de dag met al zijn problemen. Heerlijk, hè? En ons leven bestaat uit dagen. Zie je, God maakt het eenvoudig voor ons. Hij zegt elke dag. Dus deze dag kan je echt focussen op hem en weten dat hij je zal helpen. En als hij je vandaag helpt, wil hij je morgen ook helpen. En dat zegt hij ook. En maak je geen zorgen over de dag van morgen, wat de Heer zegt. Probeer het eens. Praat met hem. Accepteer hem als je vriend en helper. En zie hoe praktisch hij je zal helpen met de problemen van de dag. Heel veel zegen. Tot de volgende keer.